mooie dans. Ja. Je moet een beetje beter op hem letten. Nou, is er iets? Nee. Ik kan alleen niet met je mee naar de bioscoop. Het is erg druk bij Halfworks en ik moet overwerken. Oh, oké. Nou, dat is verder geen probleem. Er stond niks om je zo druk om te maken. Zo is Steven ook dat jullie het avondje niet bederven. Maar ik denk dat je het wel begrijpt. Volgens mij gaat bij jouw werk ook voor. En gelukkig is Jasmin uit hetzelfde hout gesneden. Sorry. Geeft niks. Avond er zat. Kunt u mij terugbrengen naar mijn cel? Ik heb foto's van Sil bij me. Zijn nog van vorige maand. Ik was vergeten te ontwikkelen. Ik vind ik heel attent van je. Ik weet hoe het is om de hele dag in een cel te zitten. Wie het ook heeft gedaan en waarom. Dit wilden we allemaal niet. Iedereen is hier de dupe van. En het meeste nog Sil. Zijn moeder zit in de cel en zijn vader die mag hem niet zien. Je had die foto's al veel langer, hè? Ik hoop alleen één ding. Dat je nou niet gaat vragen of je Sil weer mag bezoeken. Ik wil hem zien. Al is het maar een paar uurtjes. Ja. Je gebruikt het dus alleen maar als excuus. Maar goed, als we dan toch eerlijk zijn, waarom ga je niet even naar de rechercheur en vertel je hem dat niet ik, maar jij hier eigenlijk hoort te zitten? Ja, tuurlijk. Ja, je probeert mij op te laten draaien voor een moord die jij eigenlijk hebt gepleegd. En dan wil je ook nog een blikje Sil geven. Ja, ja. Het antwoord is nee, je krijgt Sil niet te zien. Ik laat mijn kind niet alleen met een moordenaar. Heb je nog iets van Jasmientje gehoord? Nee. Wat zijn dat nou? Een briefje? Heeft hij een pen, vriendinnetje? Nee hoor, was dat maar waar. Nee, dat zijn fanmailbrieven van mensen die mijn reisverhalen in de nauw hebben gelezen. Heeft hij reisverhalen in de nauw geschreven? Mm-hmm. Ja, dat is een lang verhaal, maar... Ik heb nu tenminste tijd om ze te beantwoorden. Leven. Oh, meneer Harmsen. Dit is geen fanmail. Oh, niet? Nee. Oh, is die voor jou? Dit is een brief van Rick en Anita. Nou, hier. Neem me niet kwalijk. Je kunt toch niet vergeten wie dat zijn? Nee, natuurlijk ben ik niet vergeten wie dat zijn. Maakt het maar een grapje. Ik kan zijn veiligheid niet garanderen, dat zei je. Dan kan ik niemands veiligheid garanderen, dat heb ik gezegd. Dus, Steven, nou loopt gevaar. Ik ga deze discussie niet nog een keer voeren. Jasmin, ik ben heel duidelijk geweest. Stefano overkomt niets. Maar ik heb er natuurlijk geen zin in dat je hem van alles op de hoogte brengt. Wat als ik niet op tijd in de rozenboom was geweest? Als ik niet had ingegrepen? Ik kan dit niet. Ik kan dit gewoon niet meer. Stefano is mijn vriendje. Dat weet ik. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Ik begrijp hoe moeilijk het voor je is. Maar... jij, Isabella en ik, vormen een uniek team. Alleen wij met z'n drieën kunnen jullie er precies krijgen waar we hem hebben willen. En als we elkaar blijven wantrouwen, gaat dat nooit lukken. Dan staan wij uiteindelijk met lege handen. En is Ludo de lachende derde, wil je dat? Nou dan. En Stefano? Als we iets van Ludo willen, zullen we hem op zijn zwakke plek moeten raken. Dus toch? Nee. Zolang zijn geliefde zoontje leeft... kunnen we Ludo raken. Als Stefano iets zou overkomen, dan maakt dat Ludo onkwetsbaar. En de gedachte alleen al daaraan maakt mij zenuwachtig. Stefano overkomt niets. Als jij desondanks het gevoel hebt...
dat je niet met Isabella en mij door kunt, zul je een keuze moeten maken. Dan kwam Dennis mee aanzitten. Kwam hij dit speciaal brengen? Ja, puur eigenbelang hoor. Hij dacht, als ik nou maar genoeg slijm, dan mag ik Sil misschien weer zien. Ik word verdacht van de moord die hij heeft gepleegd. Toch aardig dat je dit mocht houden. Hoor je wel wat ik tegen je zeg? Ik mis hem zo. Je moet me helpen om hier uit te komen. Wat zegt de advocaat? Die zegt dat ik er rekening mee moet houden dat ik hier nog wel even zit. Ik vrees dat je geduld zou moeten hebben. Als je onschuldig bent, dan laat je echt wel vrij. Wat bedoel je met als? Daar bedoel ik helemaal niks mee. Het ironische is dat jij hier eigenlijk zou moeten zitten. Ik? Ja, jij bent doorgereden na een ongeluk. Ik begrijp dat dit allemaal heel moeilijk voor je is, maar nu draaf je wel een beetje door. Wat ik hiermee wil zeggen is dat je eerst maar eens een keertje naar jezelf moet kijken voordat je mij ergens van beschuldigt. Ik probeer snel weer langs te komen. Robert, het spijt me. Sorry. Ik bedoel dit niet zo. Maak je geen zorgen om Sil. Zolang je hier zit, pas ik op hem. Sterkte. Mevrouw Selmhorst, ik breng u even naar uw cel. Hebben we het nu over mij, meneer Harms, of begin je zelf een beetje in de war te raken? Ja. Nee, ik vind het heel erg vreemd, want ik heb... Eergisteren heb ik nog met Harms met Job zitten chatten. Ja. Nee, leuk. Dus je denkt dat ik het verzin. Misschien had de beste man wat gedronken. En als jij wat gedronken hebt, dan weet je ook gelijk niks meer. Ja, het zou kunnen, maar... Nou goed, als hij wat gedronken had, dan had je het waarschijnlijk ook wel gemerkt. Heb je het er nog met hem over gehad? Ja, nogal. Hij zei dat het een grapje was. Nou, kijk, wat zeg ik nou de hele tijd? Het is niet om te lachen. Hij ontkent het. Ik denk dat jij gewoon een beetje iets te overbezorgd bent. Je moet gewoon wennen om met zo'n man samen in één huis te wonen. Dat moest ik ook in het begin, hè? In het begin dacht ik ook van... Wat een rare snuiter eigenlijk, die Harms. Nee, wat zegt Jasmine ervan? Niks, hè. Die kan ik de hele dag niet bereiken. Oh, maar zij heeft er nog nooit over gehad? Nee. Harms heeft waarschijnlijk twee keer zoveel meegemaakt. Dan jij en ik samen. Dus de beste kerel die redt zich heus wel echt waar. Ja, ik ben klaar hier nu. Ik kom nu naar de redactie. Ja. Nou, laten we die vergadering niet langer dan een uurtje laten duren, hè? Oké? Okay. Goed. Ik ga je hangen. Dag, tot zo. Dennis? Dennis? Hoi. Hoi. Hoe is het met je? Ja, het gaat. Heb jij contact gehad met Laura? Ik dacht... Ja, ze is gek geworden. Ze probeert mij de schuld in de schoenen te schuiven van die moord, terwijl ze het zelf gedaan heeft en ik mag mijn kind niet zien. Denk je echt dat ze het gedaan heeft? Ja, dat weet ik wel zeker, ja. En de politie ook, want waarom zit ze anders nog vast? Nou, je hebt ook vastgezeten. Ja, maar ik heb niet gevochten met Pascal. En ik had geen DNA van Pascal onder mijn nagels zitten en ik had geen belang bij haar dood. Laura, die haatte Pascal. Dat heeft ze zelf gezegd. Een ex-advocaat die iemand neerslaat met een ijzeren staaf. Dat doet Laura niet, je kent haar. Ja, en ze is vast net zo geschrokken als wij. Dat ze voor de zoveelste keer de controle over zichzelf heeft verloren. Je kent haar. Maar als ze het in een opwelling gedaan zou hebben... dan zou ze toch onmiddellijk spijt hebben gehad en zichzelf hebben aangegeven? Ja, vroeger misschien, ja. Maar nu heeft ze Sil. Wat zou jij doen? Bekennen? Dan is ze Sil kwijt. Ik heb Sil al een paar dagen niet gezien en ik word gek. Hoe denk je dat Laura zich voelt als ze een paar jaar de bak in moet? Verrassing. Kijk eens. Een cadeautje. Ik ben er maar. Wat moet je doen? Nou, kom even naar jou kijken. Je mag je vanavond ook alweer niet zien. Is de baas er niet? Nee, hoezo? Bedrijfsgeheimen, jongens. Bedrijfsgeheimen. Snel, alles weg doen. Oh, sorry hoor, ik maak maar een geintje. Wat is er met je? Gaat het wel goed? Misschien moeten we er maar gewoon mee ophouden. Waarmee? Met werk? Met ons, onze relatie.
begin jij niet een klein beetje overspannen te raken? Zeg maar gerust iets overheen. Ja, ik kan er gewoon niet meer tegen. Bij jou moet ik mijn mond houden over wat ik op het werk doe. En bij Martine moet ik daar weer mijn mond houden over jou. Ik heb gewoon geen zin in het dubbele leven. Wat ben je nou ineens de James Bond aan het uithangen? Wie zegt dat jij een dubbel leven moet leiden? Martine wil gewoon niet dat ik de dingen op werk met jou bespreek. Nee, nou, dan doe je dat niet. Wat kan mij dat nou schelen? Dan ga je toch niet ineens uitmaken? Misschien moeten wij gewoon eens even lekker een weekje op vakantie. Lekker samen gaan ontspannen. Wat dacht je daarvan? Ik wil helemaal niet met jou op vakantie. Oh. Oké, nou, weet je, als je op mij uitgekeken bent, moet je dat gewoon zeggen. Moet je niet ineens je werk er gaan bijhalen. Het ligt niet aan jou. Ik snap hier helemaal niks van. Dat is anders erg duidelijk. Ik neem gewoon een beslissing. Waar slaat dit nou allemaal op? Dat bedoel ik nou. Jij en ik, het gaat gewoon niet. Hoe duidelijk moet ik nog zijn? Als je Des nou laat zien, dan kijk hoe hij reageert. Is hij nu een soort van proefkonijn of zo? Ik wil jou toch bewijzen dat hij in de war is? Vraag het hem zelf, daar zit hij. Oké, dan doe ik het inderdaad zelf. Meneer Harmsen? Ik was mijn kamer aan het opruimen en toen kwam ik iets tegen. Oh. Is dat misschien van u? Heb ik nooit eerder gezien. U weet het zeker? Ja. U kent de mens op deze foto niet? Ja, natuurlijk wel. Dat zeg ik aan Anita. Ik snap dat niet. U zei net toch dat u die foto niet... Nee, precies. Die foto ken ik niet. Wat is dit voor onzin, zeg? Waarom zou ik Rick en Anita niet herkennen? Precies. Bak koffie doen nog? Ja, opeens hield de motor ermee op en mijn mobiel ligt thuis. Dus ja, je hebt wel eens van die dagen, hè? Mag ik hier misschien even bellen? Dus jij had precies voor mijn deur pannen met je auto? Nou ja, voor de deur, verderop, bij de afvalchinees. En die hebben geen telefoon? Nou, die jongens die zijn nog niet open. En de kans dat Silas daar een satéetje zit te prikken is natuurlijk ook... Dat is niet de reden dat ik hier even ben. Even serieus, Dennis. Als Laura erachter komt dat jij hier zit, dan vermoordt ze me. Bij wijze van spreken. Je mag bellen hier wat je wilt, maar Sil blijft in de slaapkamer. Laura, die hoeft het toch niet te weten? Ik bedoel, ik ben hier nu toch... Dennis, het is beter dat je gaat. Kom op. Wat voor belang heb jij erbij om mij nu weg te sturen? Ik doe alleen maar wat ik met Laura heb afgesproken. Laura, die is zichzelf niet. Of vind jij van wel? Als ze niet vrijkomt, ga jij dan voor hem zorgen? Ik ga niet op de feiten vooruit lopen. En ik weet best dat je gek op Ja, maar ik mag hem niet zien. Luister nou. Als jij de regels van de rechter niet respecteert, dan kan je dat voogdijschap ook wel vergeten. Mag ik? Was dat geen smoesstand van die garage? Alleen dat van die Chinees. Die jongens die zijn natuurlijk al lang open. Ik kon het gewoon niet laten om hier aan te bellen. Ik heb steeds het gevoel dat ik hem kwijt ben. Ja, ik moet jou hier ook helemaal niet meer lastigvallen. Nee, ik weet wat het is om een kind te moeten missen. Ja, hallo, met Dennis Tuinman. Ik heb problemen met mijn auto. Ja, ik denk de radiateur. Ja, dat lijkt me inderdaad het beste. Robert, wat is ook weer de straatnaam hier? Als ik die man dat eens even uit ga leggen, wil jij die kleine wel even vasthouden? Hé, mannetje! Hé! Albert. Prinses Juliana. En dat is haar man, Bernhard. En dat is onze koningin, Beatrix. En dat is haar oudste zoon, Bernhard.
Met? Januari, februari, maart. Bateman vond gewoon dat ik me aanstelde. Ziet voor je? Meneer Harms is gewoon een beetje vergeetachtig. Ja, dat heb je nou eenmaal met oudere mensen. Ik weet zeker als je hem dit broodje laat proeven dat hij het echt heerlijk vindt en nooit meer vergeet. Is het zo lekker? Dan zet ik het op de kaart. Moet ik nog wat proeven? Ja, morgenochtend een nieuw ontbijt met Stefano. Dat wil ik best doen, maar dan zonder Stefano. Ik heb het uitgemaakt. Oké. Meneer Harms is dus niet de enige die in de war is. Ik heb gewoon geen zin in dat stiekem gedoe. Oh! Je kiest gewoon voor Martine in plaats van Stefano? Ik kies voor mijn broer. En dat is erg lullig voor Stefano, maar dat is nog veel lulliger voor Ludo. Jij vindt dat wij een keuze hebben? Martine heeft mij niet gedwongen. Ze had gelijk. Zaken en privé moet je gescheiden houden. Tuurlijk. Dat kan zij als geen ander. Ja. En dat wil ik ook kunnen. En bovendien hebben we er nodig. Ze heeft geld, ze heeft macht, ze heeft alles. Jou? Als Stefano en ik bij elkaar horen, dan horen we dat over een paar maanden ook nog wel. Hey. Hey. Zou ik bij jou even voor morgen een tafel kunnen reserveren? Voor twee personen? Even kijken. Morgen twee personen? Ja? Jawel. Ik weet alleen nog even niet hoe laat dat gaat worden. Maar daar kan ik misschien nog even over bellen. Jawel. Oké. Okay. Bel ik je vanmiddag nog eventjes. Prima. Oké. Okay. Ja, met mij. Hij staat op dit moment op parkeerterrein van de Roosboom. Minstens een uur. Dus ik zou zeggen, voor je best. Het lijkt wel alsof iedereen ervan overtuigd is dat ik schuldig ben. De recherche, Robert, Dennis. Snap je dat nou? Robert denkt het toch niet? Ach, ik weet het niet meer. Misschien zie ik ook al spoken. Heb jij eigenlijk enig moment gedacht dat ik Pascal misschien wel... Het doet er helemaal niks toe, wat ik denk. Nee, het gaat erom wat de rechter vindt. En als het aan de rechter ligt, dan hang ik. Dat weet ik, want ik ken het systeem. Ze hebben er al genoeg tijd en geld in gestopt nu. En ze zoeken een zondebok. Ach, wel, nee, natuurlijk niet. Zo werkt het niet. Dat weet jij ook. Als jij nou eens met Veldhuis gaat praten. En vertel hem dat je een goede vriendin van me bent. Hè? Ja. Overtuig hem van mijn onschuld. Ik wil het best doen, maar ik denk niet dat het zin heeft. Nou, wel als je hem zegt dat je hoofdredacteur van de Nou bent. Weet je, dreigt met een media-offensief. Daar zijn ze altijd heel gevoelig voor. Lieverd, ik denk dat we het hier beter een andere keer over kunnen hebben. Ja, je denkt dat ik natuurlijk weer gek aan het worden ben. Nee, helemaal niet. Nou, ik word hier gek. Ik zit hier, ik ben verdacht van moord. Ja? Allebei mijn exen denken dat ik het gedaan heb. Ik kan Sil helemaal niet zien. Alsjeblieft, jij bent mijn enige hoop. En jij weet toch ook dat ik onschuldig ben? Ik ga nog even vlug naar de supermarkt. Moet ik voor jou iets meenemen? Nou, meneer Harmsen, misschien moeten wij een keer naar de dokter. Hoezo? Voel je je niet goed? Waarom heeft hij die namen achter op de foto geschreven? Ja, wat zit je nou over die foto te zeuren? Ik heb je toch al gezegd dat die niet van mij is? En die stift? Is die ook niet van u? Het is echt heel normaal dat u wat vergeetachtig wordt naarmate u ouder wordt. Maar op een gegeven moment is het gewoon verstandiger om een keer langs de dokter te gaan. Nou, ik maak wel een afspraak. Voor morgen. Jonge dame, leg die telefoon erop. Leg neer die vorm. Nou. Wat bemoei jij, verdomme mee? Kleine turt.
Jij woont hier nog maar net en je probeert mij te vertellen wat ik moet doen. Dat vind ik helemaal niet. Ik wil niet dat jij je nog met mij bemoeit. Is dat duidelijk? Ja? Mooi. Ik weet niet wat ik doen moet. Ik weet echt niet wat ik doen moet. Hey. Jij moet wat doen. Je moet echt wat doen. Ze kunnen mijn moeder toch niet bij het kind weghouden. Doe iets in dat blad van je. Laura. Schrijf een verhaal. Ja, het wordt een prachtverhaal. Ik las laatst nog in het Spectrum een artikel over Zuid-Amerikaanse mannen die jarenlang onschuldig vastzitten. Lieverd, dat zijn mannen waarvan bekend is dat ze onschuldig zijn. Ik ben toch ook onschuldig? Het is echt heel wat anders. Oh ja. Jij brandt je handen liever niet aan deze zaak. Want stel nou dat ik het toch gedaan heb. Hè? Jij denkt het ook, hè? Dat ik het gedaan heb, toch, Janine? Het zou toch kunnen dat je in een opwelling je haatte Pascal? En je was bang dat je ziel zou kwijtraken. Als jij me nou ook al niet gelooft, wat moet ik dan nog? Robert gelooft me niet, Dennis gelooft me niet en jij. Als jij zegt dat je onschuldig bent, dan geloof ik je natuurlijk. Nou, jullie hebben ook allemaal gelijk. Jullie hebben gelijk, het is waar. Ik heb het gedaan. Ik heb Pascal vermoord. Ja, wat nou? Jullie hebben gewoon een gevoel voor humor. Why the hell? Good enough for me. Ga je de hele fles leeg drinken? Als ik daar zin in heb? Ja. Bel je even nou gewoon? Nee, waarom? Omdat je dan misschien stopt met zo raar te doen. Hé, laat mij lekker mijn lol hebben. Jeff! Hey, hou alsjeblieft op over die zak, oké? Nee. Hij heeft zich misschien gedragen als een zak, maar hij is het niet. Bel hem nou gewoon. Nee, hey. Hij komt als hij er klaar voor is.